U kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag een wisselend weerbeeld met soms sluierwolken waar de zon doorheen scheen en op sommige plaatsen hardnekkigere wolkenvelden waar de zon het duidelijk een stuk moeilijker mee had. Laten we naar de satellietfoto gaan kijken en dan zien we dat wel een beetje. We zien de sluierwolken vooral over ons land trekken en als we goed kijken dan zien we voor de kust bewolking liggen. Dat is laaghangende bewolking. En die zit sommige plaatsen ook onder die sluierwolken. En daar heeft de zon dus duidelijk wat moeilijker. Nou, die sluierwolken zullen geleidelijk aan... wel wat gaan wegtrekken. En een drukgebied bepaalt het weer. Maar die lage wolkenvelden vanaf de Noordzee... daar maken we vooralsnog kans op, met name... Tot het moment dat dat hoge drukgebied, wat op de Noordzee voor ons klaar ligt. Tot het moment dat dat hoge drukgebied ver genoeg naar het oosten gaat trekken. En dan wordt de wind niet meer noordelijk, maar gaat draaien naar een meer zuidelijke richting. Dan ben je ook van die lage wolkenvelden af. En dan zal de temperatuur ook gaan oplopen. Dat gaat gebeuren. Maar voorlopig nog eventjes niet. We moeten geduld hebben. Want we zien het hoge drukgebied langzaam maar zeker wel opschuiven. Maar voor donderdag gaan we daar zeker niet van profiteren. Uiteindelijk later op donderdag wel. En vrijdag helemaal. Want dan gaat het weer duidelijk een zachtere koers varen. Zover is het nog niet. Vanavond hebben we te maken met opklaringen en wolkenvelden, een mengelmoesje. Eh, temperatuur van een graad of 9 en komende nacht gaat de temperatuur dalen naar 2 graden in het zuidoosten. Maar op andere plaatsen is het duidelijk zachter 3 tot 5 graden. Er kan nevel of een mistbank ontstaan en er kunnen ook laaghangende wolkenvelden overtrekken. Dan gaan we naar morgen. In eerste instantie een grijze start met laaghangende bewolking, nevel of zelfs mist. Daarna breekt de zon vaker door en dan lopen de temperaturen langzaam op naar 10 tot 12 graden. De wind waait uit het noorden, is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Langzaam maar zeker begint donderdag de wind te draaien. En vrijdag en zaterdag krijgen we dan een zuidwestelijke wind. Temperaturen lopen verderop. Vooral vrijdag kan het behoorlijk opwarmen, op een enkele plek zelfs tot 19 graden. De zon schijnt, maar er zijn ook veel sluierwolken. In de loop van het weekeinde wordt het weer onzeker. Zaterdag zou er wat lichte regen kunnen vallen. En die onzekerheid zien we ook terug in de temperaturen die we later gaan krijgen. Verschillen tussen wat we maximaal mogen verwachten en wat aan de onderkant van de verwachting zit zijn heel groot. En dat eigenlijk vanaf zaterdag. En dan moet je eerlijk zijn, dan moet je zeggen dat je eigenlijk niet goed weet wat het weer gaat doen. De tendens is wel vanaf zaterdag even wat lagere temperaturen. Later in de week weer oplopend. En daar zullen we het voorlopig mee moeten doen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.